Goeiedag en welkom in een andere aflevering van Q-Time. Vandaag in Q-Time heb ik als gast Wayne de Leon. Hij is de manager bij het Oxygen Resort, waar ook Moments Restaurant aan gekoppeld is. Dus we gaan een kijkje nemen bij hem hoe de coronatijd Oxygen Resort heeft geraakt, al dan niet. Kijkt u mee naar het gesprek met Wayne de Leon. What made is a little Q-Time. Goedemorgen Wayne, welkom in Q-Time. Wow, goedemorgen, ik zit in mijn kantoor. Dankjewel. Ik wens dat ik op jouw plek zat. Wauw. Hi. Ik zit in mijn kantoor, so to speak. En ja, het is een outdoorsie locatie. Mooie tuin, lekkere cabana daar aan de achtergrond. Ik hoor vogeltjes fluiten, dus het gaat goed met jou. Is dat zo? Relatief, ja. Nou, het gaat. Als je in zo'n plek zit, dan kom je wel een beetje tot rust natuurlijk. Maar gegeven de omstandigheden, dan spelen er altijd andere emoties. Ja. Dus, maar ja, ik moet wel zeggen dat het gaat niet helemaal aan je voorbij, neem ik aan. Nee. Natuurlijk niet. Nee. Geen van ons. Inderdaad. Hoe heb jij de afgelopen 2,5 maand doorgebracht? In de eerste maand was heel stressvol. Moet ik wel zeggen, want het was nieuw. Je hebt 20 tot 25 personeelsleden waar je voor verantwoordelijk bent. En je weet dat ze gaan struggelen, want er wordt minder gewerkt, er is minder omzet. Dus dat was heel stressvol. We hebben natuurlijk geprobeerd zo goed als mogelijk ervoor te zorgen dat we veilig waren, dat we ervoor zorg dragen, dat we de procedures en de instructies opvolgden. Na de eerste maand ging het beter. Omdat ik denk dat we ook een beetje in een soort slaap gesust waren. Vanwege het feit dat we op een gegeven moment 0 cases hadden. En maar 10 hadden gehad en die waren voorbij. En de mensen, dus dat toen dacht, het is denk ik menselijk. Iedereen dacht, oké, oeboem. En dan nu zijn we wakker geschud. Want tijdens de eerste fase, denk ik, zei iedereen, tenminste iedereen die een beetje opletten van, hey, het echte moet nog komen. Maar het heeft bijna een maand geduurd en we zijn het vergeten. En nu zitten we erin, dus het begint weer helemaal opnieuw. Zijn jullie als restaurant ooit echt helemaal gesloten, dicht geweest? Nee, niet echt helemaal dicht. Omdat we hier zitten in een resort. We hebben gasten die hier verblijven. En dus voor hun hebben we wel altijd een service moeten verlenen. We hebben ook, zoals toen mogelijk was, de takeaway of delivery service aangeboden aan onze gasten, dus het publiek. Dus we zijn nog niet helemaal dicht. Oké, hebben jullie wel mensen gehad die ook in Suriname gestrand zijn? Ja, heel veel. Dat is eigenlijk, iedereen die hier verblijft, zijn die personen. We hebben dus alleen maar mensen die hier gestrand zijn, die hier wonen. Maar ook veel expats die dus hier in Suriname werken. Maar we hebben bijvoorbeeld één heer hier die sedert dag 1 hier zit en maar niet weg kan. Omdat zijn land, waar hij vandaan is, nog steeds gesloten is, hun airport enzovoort. En zij voeren geen repatriatievluchten uit. Dus die man zit nog steeds hier. Helemaal gefrustreerd. En echt erg. Het is, ik voel voor hem. We proberen van alles om hem een beetje te helpen. Een beetje leiden, dansen voor zijn deur elke ochtend of zo. bijna doen we dat, ja. Als je er even kan indenken. Maar goed, ja, dus dat iedereen die dus hier is vertegenwoordigd die groep van mensen die misschien dus eigenlijk is het een beetje ongepaste vraag, maar wat doe je dan inderdaad kostenwijs? Ik bedoel, houden jullie rekening met jullie tarieven? Doen jullie wat aangepaste pakketten voor ze? Hoe werkt dat? Nou, we hebben, het zijn meestal bedrijven waarmee we contracten hebben. Dus die nemen nog steeds dezelfde diensten af, waarvoor dus dan dezelfde prijs gewoon geldt. We doen wel voor de Surinaamse gemeenschap hebben we dan, als die hier naartoe komen, hebben we dan andere tarieven. Oké, en hebben jullie gemerkt dat de delivery en de takeaway service ook heeft gewerkt? Of is daar niet zo op gereageerd?
ons restaurant is niet zozeer een delivery type restaurant. Wij hebben een ander soort cliëntel die meer hier naartoe komt om te genieten van de ambiance en te zitten in het restaurant of aan de bar. Dus dat gedeelte heeft bij ons niet zozeer een grote push gehad. Takeaway hebben we wel in het verleden altijd gehad. Maar ook nu is het minder. Ik denk dat het begrijpelijk is gezien de economische situatie 1. En ook de COVID-situatie. Mensen doen gewoon minder. Ze kijken de kat een beetje uit de boom. Dus dat hebben wij niet zozeer gehad. Als ik luister, ben je eigenlijk een beetje dubbel natuurlijk, maar best in een beetje gezegende positie, om het maar zo te zeggen, omdat jullie wel mensen hebben die waarvoor jullie moeten zorgen. Dus dat houdt die motor wel een beetje draaiend. Maar nu komen we voor een andere situatie. Punt 1, weet je zeker dat die mensen nog langer hier gaan blijven, als ze al niet al gestrand waren? 1, want je weet toch, het wordt eigenlijk alleen maar erger. In de tijd dat jullie hier rustig waren, hebben jullie toen nagedacht over, oké, wat als het erger wordt en dan gaan plan B en C er zo uitzien? Ja, je hebt helemaal gelijk dat wij ons in een zeer gezegende situatie bevinden. Waarbij we, zoals ik al eerder zei, contractueel verzekerd zijn van een bepaald inkomen en omzet. En dat gaat nog doorduren. Omdat in de nabije toekomst, de komende paar jaren, zie ik deze gasten niet vertrekken uit Suriname. Dus dat gaat doorgaan. Okay. Dus onze werknemers zijn tenminste nog verzekerd van alles het maar een deels inkomen, zodat ze wel hun inkomen hebben. In ieder geval een basis is verzekerd. Ja. Uh-huh. Klopt. Okay. Klopt. Ja. Maar ja, dus het wordt nu nog erger. Hè? Ik bedoel, er is aangekondigd dat er een totale lockdown komt. We weten niet als dat wel of niet waar is. Maar zijn jullie daar wel mee bezig om dat voor te bereiden, hoe het eruit zou zien als dat wel doorgaat? Ik weet nog niet hoe dat eruit gaat zien. We denken er wel, sinds gistermiddag zijn we ermee bezig. Want zoals we eerder besproken, de gasten die hier verblijven, die moeten eten, want die mogen niet op straat. Vanwege hun regels en procedures mogen ze het complex hier niet verlaten. Dus ze zijn helemaal afhankelijk van onze diensten. Dus ik werd vanmorgen vertelde Natasja me dat de supermarkten en benzinestations nog open zullen zijn tijdens de totale lockdown. Dus dat betekent dus dat je dan wel op straat gaat. Ja, maar als niemand op straat gaat, gaat niemand tanken. Voor mij. Dus dat klopt niet. Dan. Dus, klopt. Dus als dat zo is, dan denk ik wel dat we nog aan de verblijvende gasten toch nog wel misschien een iets wat mindere mate de diensten kunnen verlenen. Maar ze zeggen, in de crisistijd word je creatief. Hè? Dus we gaan nu inderdaad kijken, we zitten met z'n allen wel op één complex. Dus je hebt in ieder geval heb je een kleine audience als je karaokeavond op je eigen complex wil houden. Precies. Je hebt niet op straat een vertier. En als ik personeel nodig heb, die niet van buiten hier naartoe moet, dat trek ik gewoon van lokale bewoners trek ik dan hier naartoe. Dus dat moet kunnen. We gaan homemade ice cream voor jullie maken. Dat is een toetje. En pak een hark of zo. Precies, ja. Maak het zwembad schoon. Je wilt zwemmen? Maak het schoon voordat je erin... Nee, grapjes maken over. Yes. Maar oké, natuurlijk kan ik me voorstellen dat het niet zo, niet zo fijn is voor de mensen die inderdaad lang gestrand zijn. Maar goed, aangezien je inderdaad met je resortgasten toch nog best intensief bezig moet zijn, gaat het ook goed met jou. Want dat wil zeggen, je hebt wel een bezigheid. Ja, dat zeker. Het is heel intensief, want het zijn veel eisende heren. Het zijn uitsluitende heren. Dus je bent constant bezig. Je moet innoveren, je moet creatief zijn met hetgeen je ze aanbiedt, want je kan ze niet elke dag hetzelfde aanbieden. Je moet ze bezighouden. Soms vragen ze een beetje entertainment, want ze zijn hier letterlijk opgesloten vanaf wie weet wanneer maart, 13 maart. En die bomen en die vogeltjes kennen ze bijna wel, denk ik, op het terrein. Ze kennen alles. Ze kennen elk grasprietje. Alles kennen ze. Ja. Dus het is een challenge, maar het heeft ook zijn charmes. Je leert de andere zijde van mensen kennen. Je leert mensen beter kennen, want je ziet ze echt de hele dag. Dus het gaat schangetje. Natuurlijk, het heeft zijn ups en downs. De downs, daar moet je mee leren leven en daar moet je overheen komen.
Maar dan en van de ops moet je dan echt goed gebruik maken en alles dan verder. Wat heb jij meegekregen uit deze coronaperiode voor jezelf? Don't take anything for granted. Dat is wat ik heb geleerd. Ik heb vanaf het begin heb ik deze ziekte of pandemie gevolgd in het begin in China. Ik was toevallig de week voor wij het luchtruim sloten, was ik in het buitenland. Dus ik kwam net 2 dagen ervoor terug in Suriname. En ik heb gezien dat zeker 28 dagen nadat ik terug was, de eerstvolgende personen terug zijn gekomen naar Suriname. Dus wat ik heb geleerd is, don't take anything for granted. Zorg ervoor dat je goed geïnformeerd blijft. Volg bronnen die geloofwaardig zijn en officiële bronnen. En stay true to yourself and stay safe. Dat is eigenlijk het meest belangrijke. Yeah. Het meest bijzondere ervan is dat je inderdaad elke ochtend opstaat en je denkt van boy, ik had nooit gedacht dat ik dit zou meemaken. Maar goed, dit maken we dan ook weer mee. En een kleine pleister op de wand is dat iedereen het meemaakt. Dus iedereen op zijn eigen manier natuurlijk. Iedereen met zijn eigen bagage, zijn eigen problemen. Maar je zit wel allemaal in hetzelfde schuitje. Dat is best bijzonder in de wereld. Dat is waar, dat is heel bijzonder. Inderdaad betrap ik mezelf erop dat ik denk van, waar zitten we nou in? Wanneer gaat dit stoppen? Wat is gebeurd? Ja. Hoe komt dit? Dus je vraagt het je af. En dan vraag je ook af, en waarom kunnen wij er niets tegen aan doen? Of wat, die machteloosheid, dat is eigenlijk het ergste. Ja, dat je gewoon niets kan doen. Wat de boodschap is. Wat moeten we leren hieruit? Dat is eigenlijk wat ik me meer afvraag. Ja. No idea. Ik denk dat ik wel een idee heb. We kunnen filosoferen daarover. En weet je, de meningen zullen verschillen, maar en dan zijn we daarna nog 3 uren bezig te praten erover. Het zou wel een leuke 3 uren zijn, hoor. Dat denk ik zeker wel. Zeker weten. Nee, maar ik denk dat we... Ons leven was te rush, te vol, te overbelast. Too much. Dat zeker. Too soon, too fast. En ik heb het idee dat we gewoon een pas op de plaats moesten maken. En net wat jij zegt, don't take anything for granted. Ik denk dat dat de belangrijkste les is die we hier met z'n allen uit moeten halen. Klopt. Ik denk dat het belangrijk is dat we ook onze kinderen hiervan bewust maken. Van hoe belangrijk dit is. Dat we eigenlijk een reset button gehad hebben. Een hard reset van de wereld. Dat we misschien de kans hebben nu om opnieuw te beginnen. Inderdaad. Who knows? I don't know. Misschien is dat te idealistisch, maar nee, ik denk het niet. Weet je? Ik bedoel, in het proces wordt het altijd afgevlakt. Dus als je inderdaad de standaard hoog legt en gaandeweg het proces en het leven, dan kreeg het zijn eigen contouren en wat voor hun ook belangrijk is. Want zij leren nu een nieuw normal kennen. Absoluut. En daarmee groeien zij op. Dus ja. Ja. Inderdaad. En dat gaat de rest van hun leven definiëren. Ja, dat is waar. Maar goed, ik zie dat het goed gaat met jou. Ik zou zeggen, heel erg veel succes met goed zorgen voor je gasten. Koester ze. Dankjewel. Ja, toch? Doe dus dat sowieso. Ook omdat ze dan naar huis kunnen gaan en kunnen zeggen, oh ja, ik had lockdown in Suriname, maar het was de beste tijd. Want ze hebben gezongen en gedanst voor mijn deur elke morgen om me op te vrolijken. Precies. Dus take care, be safe. Veel succes en laten we even nog de boodschap aan de Surinamers doorgeven dat voor het geval er toch nog behoefte staat aan een takeaway maaltijd van Moments Restaurants, dat jullie in ieder geval beschikbaar zijn tot op dit moment. Dat we beschikbaar zijn. Ik weet niet wat er vanavond gaat gebeuren, maar in ieder geval tot op dit moment. Is goed. Klopt, inderdaad. Ja. Aan de totale Surinaamse bevolking, stay safe. Volg alsjeblieft de instructies op. Onderschat het niet. Heel erg belangrijk. Oké, dankjewel. Ook voor jou en voor je allemaal daar. Thanks, Wien. Oké, bye. Thank you. Bye. Tot zover het gesprek met Wayne de Leon van het Oxygen Resort en Moments Restaurant. U heeft het gehoord, soms moet je ook een beetje geluk hebben in het leven. En dat mogen ze zeker wel zeggen bij het Oxygen Resort. Waar ze de zorg hebben voor een aantal mensen die uit het buitenland hier nog in Suriname vastzitten. Dus we weten allemaal niet wat de toekomst brengen mogen. Maar laten we onze zegeningen tellen. Dat is de belangrijkste boodschap die hij ook aan ons heeft meegegeven. En ik ook aan u. Hartelijk bedankt voor het hebben willen kijken naar deze aflevering van Q-Time. Tot de volgende keer. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.